Oké, ik ben er helemaal klaar mee. Ik werk me helemaal de pestpleuris hier in Nederland. Maar ik wil gewoon reizen. Ik wil independent zijn. En als ik onze Nederlandse dropship legends mag geloven, dan kan iedereen dat. Dus ook ik. Stel je voor, je zou je mattie Pieter een advertentie van een zandloper voorschotelen. Om hem vervolgens die zandloper te laten kopen voor bijvoorbeeld 30 euro. Terwijl je het daarna ergens anders voor 10 euro inkoopt en het laat bezorgen op het adres van Pieter. Dan loop je dus geen risico en maak je dus dikke winst, gap. Dat is dus dropshippen. Ik weet het ook niet helemaal. Maar wat ik wel weet, is dat ik deze fucking Lamborghini wil. Dit huis wil en deze kuiten wil. Dus ik ga het proberen te leren van Dropship Legends for Life, Boyd, Joshua en Jia Ruan. Die laatste is trouwens ook vlogger. Misschien kan ik hem nog iets leren over vloggen. Het is tijd om kaulo rijk te worden van dropshipping en alles wat daarbij hoort. Ik weet niet precies wat het allemaal inhoudt. Wat ik wel precies weet, is dat ik de laatste tijd volgegooid word met advertenties van een aantal jongens. Waaronder Boyd Hoek. Dus ik ben een 20-jarige middelbare school drop-out en ik woon nu in deze huge villa waar we je even een tour van gaan geven. Het is denk ik de beste opening ever van een video. Je zegt niet hallo. Je begint gewoon met dus. Ik woon dus in deze huge villa. Als kijker denk je dan meteen, oh wacht even, hè? Nice, ik heb eigenlijk 3 stappen gevolgd. Nummer 1, gedefinieerd wat ik wil. Dat was een online business. Dit is trouwens de gym. Dit is de meest subtiele flexer ever. Aan de ene kant van het spectrum heb je Don de Jong. Die zegt, ik heb mijn eerste woning gekocht. En je hebt hem die zo zegt, ah, zieke villa. Goeie. Gaat jou ook leren. 3 stappen. En de volgende stap die ik volgde is, wie kan ik vinden die dat al doet? Met succes. En volg de exacte roadmap die hij heeft gevolgd. Plaatje. Nummer 1. In het rood. Waarschijnlijk niet goed. 10 jaar. Yo, echt lastig. Duurt echt lang. Vallen en opstaan. Of 2. Rechte lijn. 1 jaar. Boom. En stap 3 die ik heb gevolgd. En trouwens, dit hele deel is eigenlijk waar we soms yoga doen. Ik vind het zo het is zo moeilijk gefilmd. En stap 3 is om actie te ondernemen. Zodra jij die basket ziet, om er meteen de bal erin te gooien. Zou die raak gegooid hebben? Zou er überhaupt een basket zijn? So many questions. Dus voor mij was dit een businessmodel starten waar ik eigenlijk simpele kleine Facebook ads voor bedrijven. En daar kan jij nu gebruik van maken. Dus wil een online business starten, anders had je niet nu 5 minuten naar mijn veel te oud uitziende hoofd geluisterd. Vind ik wel weer mooi, weet je. Toch een klein beetje zelfspot. Nummer 2, jij wil waarschijnlijk iemand volgen die het al heeft gedaan. Zoals Sam hier. Onze vriend Boyd zegt dus dat hij me kan helpen met rijk worden. Door zijn cursus te volgen. Maar deze cursus is niet goedkoop. 997 euro! Levenslang toegang, wat WhatsApp-gesprekjes, wat bewijzen. De hele bende krijg je bij elkaar voor maar 997 euro. En maak gebruik van de 2020 openingsdeal. Je zou toch denken dat als je jaar bijna voorbij is, dat dan je openingsdeal ook vervalt. Maar goed, wie ben ik om daar wat van te vinden? Boyd, dat is dus geen dropshipper. Dat is gewoon een of andere knakker die ergens succesvol in blijkt te zijn. Want kijk even naar zijn huis. Hij wil jou ook leren hoe dat moet. Het enige wat je daarvoor moet doen is even 1000 euro betalen. Maar goed, hè, hebben we allemaal wel ergens liggen, toch? Dus we gaan even over naar de echte dropshippers van vandaag. Namelijk Joshua Kaats. Dat is pas een dropshipper. Mijn naam is Joshua en een jaar geleden was ik nog student. Ik verdiende ongeveer 500 euro en inmiddels zet ik meer dan 20.000 euro per maand om met mijn online business. Wat bedoel je met 500 euro? A free what? 500 euro per maand? Per dag? A free Africa? Per jaar? Yo, ik verdiende ongeveer 1 miljoen. Oh, yo, echt 1 miljoen? 100 jaar over gedaan. Ik kijk gewoon een random shot van een guy die 20.000 euro verdient. Omzet of winst, ik weet het niet. Ik ga je precies vertellen hoe het mij is gelukt om van simpele student naar digital nomad te gaan in 3 maanden tijd. Ze gaan me allemaal wat leren. Klinkt fantastisch. Boeit me niks meer. Laat het gewoon doen, joh. Onze vriend Joshua biedt dus een gratis 1,5 uur durende cursus aan. En die besloot ik even te volgen. En hier begon ik mijn dropship avontuur. Samen met zo'n 600 anderen. Tenminste, dat stond er. Ik kan alleen mezelf zien in de chat. Maar ja, goed. De eerste 20 minuten waren fucking saai. En bestonden vooral uit het type van mijn woonplaats. Amsterdam, bro. En woorden zoals... Ready! Ineens moest ik pen en papier pakken. Kut! Ik heb geen pen en papier. Kut! En daarna moest ik... Je raadt het al. Ready! Typen. Toen gingen we los. En leerde ik dat producten een probleem moeten oplossen bij mensen. Wauw. Wat blijkt? Iedereen kan dit. Dit heb ik overigens zo'n 20 keer gehoord. Ook kwam ik erachter dat Joshua niet echt snapt wat het woord garantie betekent. Kan je garanderen, ze verkopen misschien wel honderden van dit soort dingen per dag. Niet een garantie, als je iets misschien zegt. Bla bla bla, Shopify website, wat je 30 ekjes per maand gaat kosten. En toen, na ruim 1 uur geluisterd te hebben naar eigenlijk niks, kwam Joshua vertellen dat als je echt wil leren hoe je rijk wordt, je de grote cursus kan kopen. Maar de Dropship Academy 3.0 zal aangeboden worden voor 1500 euro. Als ik straks jouw cursus koop, kan je mij dan garanderen dat ik succes behaal? En het antwoord is nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, dat is het hele fucking businessmodel. Dit was interessant. Deze guy heeft 1,5 uur nodig gehad om je helemaal op te hypen. 15.000 euro aan een of andere cursus krijgen we hem vandaag voor maar 1000 euro. Ik ga alleen nog even 1 filmpje van Joshua kijken en daarna ga ik beginnen met dropshipping. Ik ben er helemaal klaar voor. Kom op.
In deze video ga ik je uitleggen waarom je moet stoppen met dropshippen via AliExpress in 2020. Stoppen me niet. Maar je hebt me net anderhalf uur uitgelegd waarom het geniaal is. Waarom moet ik dan stoppen? Nou goed, dan moeten we natuurlijk ook nog even Ja Ruan checken. En dat is denk ik wel de bekendste van allemaal. Ook geen dropshipper, maar een e-commerce. En wat is hij? Ja Ruan wordt gezien als topautoriteit op gebied van mindset en online geld verdienen in Nederland. Sick. Over mij. Ja. Yeah. Topautoriteit op online vlak. Alleen About Me pagina werkt niet echt lekker. Ik ga wel gewoon weer zo'n livestream bekijken. Zo'n gratis online cursus. Ik ga niet meer naar die filmpjes kijken. Let's make some money, motherfuckers! Dit was nog saaier dan de eerste. Weet je waarom? Omdat het vrijwel hetzelfde was. Mijn leven is nu vet. Ik woon hier in dit huis. Met deze dikke auto. Jij kan dit ook. Bla 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 bla. Ik had eerst niks, maar heb nu alles. En dat komt door mijn mentor. Ik wil ook jouw mentor zijn en met mijn cursus is dit makkelijker dan ooit. Alleen zoek ik echte action takers. En voor die eerste 25 is er een speciale aanbieding voor mijn cursus van maar liefst een fractie van het bedrag dan dat ik beweer dat het eigenlijk waard is. Volg je me nog? Luister even goed, het is een dag later. Gisteren heb ik voor het eerst een training van Ja Ruan gevolgd. Toen ben ik even verder gaan zoeken en toen kwam ik erachter dat hij het ongeveer 3 keer per dag doet. Dat vind ik vrij tijdsintensief. Toen ging ik ineens nadenken, kijk die chat, die staat de hele tijd uitgeschakeld. Dus ik kan niks zeggen. Als je dan 3 keer per dag zo'n webinar doet, dan acht ik de kans vrij groot dat je gewoon een bandje aanzet dat hij gewoon afspeelt. Dus heb ik vandaag, een dag later, precies hetzelfde tijdstip, weer cursus gevolgd. En 3 keer raden, hij is exact hetzelfde. Aan het eind van de video mogen mensen hun vragen stellen. Bijvoorbeeld François. Dit was de stream van gisteren. François, mooie naam. Hij zegt, ik woon in België, kan ik dit ook doen? En ja, dit werkt ook voor België. Oké, goede vraag van François. En dit gebeurde vandaag in de cursus. François, mooie naam. Hij zegt, ik woon in België. En nou is er niks mis mee dat je gewoon een bandje afspeelt. Als je het gewoon communiceert. Maar laat het zeg maar gewoon lijken alsof het live allemaal gebeurt. En dat alle momenten losgaan in de chat. Moet je luisteren. Typ nu een vraag in de chatbox en ik ga beantwoorden, oké? Typ nu een vraag in de chatbox. Dat kan niet. Het heeft ook geen zin. Lang verhaal kort. Wat deze jongens doen is gewoon legaal. Alleen kan ik me goed voorstellen dat ze door hun verkooppraatjes zoals dit. Neem actie en check de 4-daagse gratis online workshop die ik voor jou in elkaar heb gezet. Of dit. Hoe kan je van 0 naar 10.000 euro gaan in slechts 1 dag tijd met een nieuwe webshop met een nieuw product. Heel simpel. Mensen overtuigen om flinke bedragen te betalen voor een cursus die geen garantie biedt. Of nog erger, ervoor zorgen dat mensen overhaast stoppen met hun baan of school. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want laten we eerlijk zijn. Als deze jongens zoveel geld zouden verdienen met hun online business. Waarom zouden ze dan zoveel tijd verspillen aan het geven van cursussen. En daarnaast komt ook nog dat de NOS een item heeft gemaakt over een aantal van deze jongens. En dat ze dit zeiden. Dat dropshippen is allemaal leuk en aardig. Maar met die cursussen verdienen ze over het algemeen het meest. De cursus verdient natuurlijk ook veel meer geld. Kijk naar hoeveel advertenties we erin pompen. Ze verdienen het geld aan het uitleggen hoe je het moet doen. Het is geniaal. Dit was het moment dat ik me besefte wat ik moest doen om stinkend rijk te worden. Let goed op. Mensen, er is een gezegde. Don't mine for gold if you can sell shovels. Wat er eigenlijk op neerkomt. Dat de mensen die in de goudkoorts, wat een periode was waarin iedereen goud ging zoeken. De mensen die het meeste geld verdiend hebben, zijn de mensen die scheppen verkochten. Ik moet helemaal niet dropshippen. Ik moet helemaal niet in de online marketing. Ik moet helemaal niet in de e-commerce. Ik moet cursussen gaan verkopen. En het mooiste is nog, maakt geen reet uit waarover. Ik hoef het toch niet te laten zien. Dus ik ben een 24-jarige high school dropout en woon nu in deze fantastisch grote, totaal niet gehuurde villa. En je vraagt je natuurlijk af, Kelvin, hoe kan het? Hoe krijg je het voor elkaar? Om op deze leeftijd zo stinkend rijk te zijn, dat je deze villa kan betalen. Nou, dat ga ik je leren, want iedereen kan het. Wat als ik jou kon vertellen, dat je kan stoppen met je 9-to-5, dat je kan stoppen met je middelbare school, dat je eigenlijk alles wat je hebt opgebouwd wegflikkert en je betaalt mij 499 euro om jou wat te leren. Wat ik je precies leer, dat weet eigenlijk helemaal niemand. Maar wat ik wel weet is dat jij 500 euro neerlegt om mijn cursus te kopen. Welkom bij duscursussen.nl. Je kan je eigen cursussen opzetten, zodat je andere mensen dingen leert. Je weet niet precies wat je ze gaat leren, maar je weet wel dat ze stinkend rijk worden. En wat als ik jou vertel dat alleen vandaag de cursus niet 10.000 euro waard, maar 499 korting. Ik hoor je denken natuurlijk, Kelvin, waarom hou je glas niet onder de kraan? Komt omdat als je stinkend rijk bent, dan hoef je niet meer te drinken. En wat als ik jou vertel dat iedereen dit kan? Elke debiel. Fok dat prima leven. Gooi het prima leven weg. Dit is mijn piano. Mijn coaches zeggen dat ik af en toe ook moet ontspannen. Dus cursussen.nl. Bepaal wat je wil en volg mij in mijn reis. Wat is 500 euro nou op mijn leven? Stel je voor je wordt 100. Deel 500 door 100. 5 euro per jaar. Het is een minimale investering. En wat je uiteindelijk eraan overhoudt. Keiharde poen. Koop mijn cursus. Dus cursussen.nl.
Maar wat ik je ook laat zien, zijn beelden van tevreden klanten. Ik ga er alvast een paar bij pakken. Je ziet ze. In de eerste week 18.000 euro verdiend. In de tweede week 36.000 euro. In de derde week de Lambo. Dus ga naar duscursussen.nl. 18 miljoen akkoord. 67 miljoen akkoord. 322 miljoen op één dag. Dank je wel. Hartstikke goed, jongen. Dus, cursussen.nl.